God, die schiep de hemel en de aarde op 6 september in het jaar 3716 voor Christus om 7:15 s'avonds. Ja, zo leren wij dat. Behalve die Ku Klux Klan uit Nashville. Want die zeggen dat het om 4:00 middags was dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Deze interpretatie van de Bijbel komt tot stand door delen van Bijbelteksten te leggen naast bepaalde bekende historische gebeurtenissen. Met een beetje optimistisch rekenen kom je dan op dit getal 3761 voor Christus. Creatief rekenen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat de aarde 4117 jaar geleden door God geschapen is. Waar het hier om gaat, het is niet helemaal duidelijk wanneer het moment is dat God de hemel en de aarde schiep. En dan zijn er ook nog wetenschappers die zeggen dat er ooit miljoenen jaren geleden dinosauriërs op deze aarde rondliepen, maar ook dieren die we vandaag de dag nog kennen. Dat staat wel in conflict met deze stelling dat op 6 september 3761 voor Christus de hemel en de aarde door God geschapen is. Want als we miljoenen jaren verder gaan, dat is lang en lang voor de schepping. De Ku Klux Klan uit Nashville zou trouwens zeggen, er is een zondvloed geweest. Ongeveer 500 jaar tot 1000 jaar na de schepping is er een zondvloed geweest. En God had al die dinosaurussen wel in 3761 voor Christus geschapen. Maar door die zondvloed zijn die allemaal overleden. Maar dat volgens de Ku Klux Klan uit Nashville komt dat door de zondvloed. En die geloven niet dat er miljoen jaren geleden op deze aarde dinosauriërs hebben rondgelopen. Nou, dat doet er niet toe. Het geeft alleen maar even aan hoe moeilijk het is om dit soort antieke teksten te interpreteren. Nog een voorbeeldje. God schiep de vrouw uit de man. God nam een rib uit de man en maakte daarvan een vrouw, of daarmee een vrouw. Ja, dus dan kunnen wij ons zo voorstellen als ons dat beeld naar voren wordt gebracht van Adam ligt op een chirurgische tafel. Op de een of andere manier was Adam al geschapen door God. En God opereert Adam en haalt een rib uit zijn lijf en maakt daar een vrouw van. Zo stel je je dat dan voor. Daar zijn natuurlijk problemen met die voorstelling. Hè? Je kan je haast niet voorstellen dat God een chirurg heeft gespeeld. Dus er zijn bijvoorbeeld de Grieken, die hebben daar een hele andere interpretatie voor van. Kijk, even dit blaadje bekijken. Wat je hier ziet, is een kubus. En daarnaast zie je een kubus waarvan één rib is weggenomen. Maar dat is een beeld wat de Grieken geven van, dat is alweer 500, 600, 700 jaar, nee, wat zeg ik, is alweer 2000 jaar later, 2500 jaar later, dat die Grieken dat beeld geven van dat rib uit een, die ribben uit een kubus die wordt genomen. Wederom voelen wij al aan dat het
een moeilijke te interpreteren problemen zijn. Nou ja, dan zijn er mensen van de kerk, ook van die Ku Klux Klan, en die zeggen dan van, nee, zo moet je dat niet lezen. Je moet dat niet zo lezen, dat God een rib uit Adam heeft genomen en daar een vrouw van heeft gemaakt. Je moet dat zo lezen, je moet dat wat vrijer lezen. Je mag dat vrijer interpreteren. De vrouw kwam na de man. Met die datum, laat die datum nou maar zitten van wanneer de hemel en de aarde ontstaan zijn. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. En wanneer hij dat heeft gedaan, dat geeft die informatie niet. Maar dat hoeven wij waarschijnlijk ook niet te weten. We hoeven alleen maar te weten dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Wij voelen hier een aantal problemen met de interpretatie van de teksten. Dat zijn niet de enige problemen die zich voordoen. Ik zal één voor één en nog één voorbeeldje eraan halen, want Angela Merkel gaat straks het woord krijgen om te spreken over hermeneutiek en de hermeneutische problematiek, de problematieken die voortkomen bij tekstinterpretatie. Maar in de Bijbel als het woord van God nemen, dan zou je ook het woord van God is. En stel dat Jezus en Mohammed in dezelfde tijd hadden geleefd. En ze gingen naar de kroeg. En dan zou Jezus natuurlijk zeggen, hey Mohammed, wil jij een biertje? En dan zegt Mohammed van, nee. La 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 la. Want dat is nee in het Marokkaans. Ik mag geen bier, want bier is haram. Maar Jezus, daar weten we van, die nog gewoon liters wijn. Die vond dat heerlijk, hè, om een beetje beneveld rond te lopen. Maar dat zijn Gods waarheden. Dus de ene goddelijke waarheid zegt van, we voelen alweer die problematiek. De ene goddelijke waarheid zegt, je mag wel een biertje drinken. Maar de andere goddelijke waarheid zegt, je mag geen biertje drinken. Ja, en dan vind ik het zelf heel erg moeilijk om te zeggen welke God de waarheid of welke. Daar zijn in ieder geval een aantal grote problematieken aanwezig in de kennis. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Angela Merkel, die een uitweiding gaat geven over hermeneutiek. Kijk.